Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we naar het echte Popoño-ei zoeken door mensen te ondervragen, want dat is nu eenmaal de bedoeling. Ik zie dat de marketeer inmiddels deze kant op is gelopen. Aha, ik zie dat uw oog op deze Popoño-pop is gevallen. Wat een voortreffelijke smaak. Hij is erg mooi, maar ik ben bang dat ik je aan moet afslaan. Oh, toe nou. Nou, neem er nou één. Doe het voor Benny, voor uzelf, voor de toekomst. Hop, mijn beste man. U vindt nergens zo'n mooie, zo'n goede Popoño. U mist echt wat. U zult de hele reis naar huis balen van uw besluit, ik zweer het. Laat me eens kijken. Ja, de kwaliteit van deze Popoño is bewonderingswaardig. Klopt, geweldig. Dus u koopt hem? Kaching, klaar, verkocht aan de man met de hoge hoed. Hebben we nou een Popoño-pop gekocht? Oh, is dit... Volgens mij zit Chelmey straks weer met zijn vrouw op in dit hotel. Hilltop Hotel. Wel vet hotel, hoor. Oeh, een hintmuntje. Oeh, en een slang. Targent, dat is een beetje jammer. Poeh, ik geloof dat we nu al genoeg van die Popoño's hebben. Nog meer en het schip komt de lucht niet meer in. Ik wist wel dat jullie uiteindelijk zullen inzien dat zoveel mogelijk eieren grijpen de beste optie was. Ik weet nog steeds niet, dat tot nog steeds niet helemaal zeker. Wat nou als het stuk voor stuk maar simpele souvenirs zijn? Doe eens lachen, kwartel. Met zoveel eieren moet er wel een echte tussen zitten. Popoño power! Het kan... ik kan nog steeds niet geloven dat die vrouw bij het hotel ons dat nepding wilde aansmeren. Wat een lef. Ik denk dat de baas haar had gestuurd om ons te testen. Ah, ze hebben sowieso het echte ei aangesmeerd gekregen. Als dat zo is, dan is het maar goed dat we niet hebben toegehapt. Wauw. Bonjour, mes amis. Verblijven jullie in het Hilltop Hotel? Wat hebben jullie een mazzel? Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om een toerist te zijn in een plaats waar je woont. Maar ik zal er nooit achterkomen. Ach, Sevi. Volgens mij stond dat er. Oh, ik weet zeker dat u daar ooit achter zult komen. Dan kunt u vast het gevoel ervaren dat alle inwoners van dit eiland voelen. Het gevoel van harmonie. Ah, harmonie, dat klinkt zo heerlijk. Dus u heeft er ook van gehoord, no? Toen ik voor het eerst in San Grio kwam, probeerde ik heel hard deel te zijn van de Cirkel de Harmonie. Hele nachten lag ik wakker terwijl ik probeerde na te gaan wie de echte Popoño had. Maar ik was, wat was ik verbaasd toen ik erachter kwam dat het de man was waar ik de Hotel de Boot verliefd op was geworden. Ik dacht al, wat fuck. Toen verraste hij me nog een keer door me te vragen om met hem te trouwen. Maar hij deed zijn aanzoek niet met een ring, maar met de Popoño. L'homme stupide. Wat een schitterend verhaal. Ik ben zeer verheugd voor jullie allebei. We hadden geen Popoño nodig om gelukkig te zijn. Dus ik gaf hem nog voor de bruiloft door om de cirkel niet te onderbreken. Ik gaf hem aan een heel vermakelijk getrouwde man die erg dol was op zijn dochter. Dus de Popoño wordt altijd binnen korte tijd doorgegeven aan een ander. Ik heb gehoord dat het ongeluk brengt als je hem langer houdt. Ik zou de band tussen mon mari en mij niet willen riskeren. Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. Ze refereert aan haar echtgenoot. Ja, aan wie anders? Je bent nog een jonge bloem, maar ooit zal jouw fleur d'amour ook bloeien en zul je weten wat ik bedoel. Oké. Er moet een reden zijn geweest dat mijn beschaving de eieren voor jullie heeft achtergelaten. Maar dit kan het niet zijn. Desondanks brengt het deze mensen toch blijdschap. Ook al begrijp ik niet waarom. Blijdschap komt van allerlei verschillende vormen. Deze Popoño-traditie is daar maar één voorbeeld van. Oh, juist, maar ontnemen we deze mensen hun traditie niet als we het ei meenemen? Wellicht moeten we dan gewoon eerlijk tegen hen zijn. Dat is waarschijnlijk de beste manier om problemen te voorkomen. Konden we daar maar iets anders vinden waar ze zo blij van zouden worden? Kom nou, Aurora, je hebt zelf gezien hoe blij deze mensen zijn. Misschien kunnen we het wel helemaal, zullen ze het wel helemaal niet zo erg vinden. Ja, maar je hoeft het toch niet te zeggen. Want als je hem gewoon meeneemt, dan kunnen die mensen toch gewoon denken dat jij hem hebt, zeg maar. Dat iemand hem heeft, want ze weten toch nooit wie hem heeft. Wauw, het is dat ik weet dat een aquarium, dat een aquarium is. Anders zou ik denken dat we op de zeebodem rondlopen. Even kijken. Men heeft de aquatische omgeving werkelijk zeer goed nagebootst. Deze imitatiekoralen zijn voortreffelijk ontworpen. En die bank, die ziet er uitnodigend uit, zeg. Mag ik daar even een tukje op doen, professor? Waarom een hotel uitrusten met zo'n extravagant interieur wanneer mensen er vooral komen om te slapen? Verfijnde esthetica werkt ontspannend. Je zou kunnen zeggen dat hotels zowel lichaam als geest ontspannen. Ik geloof dat ik het begrijp. Nice. Wojo, een rog. Ik denk dat deze vrouw de Popoño net heeft weggegeven. Hey, hallo, schoonheid. Welkom in het Hilltop Hotel, San Grio. Wilt u hier overnachten? We zijn helaas helemaal volgeboekt, afgezien van de extra luxe kamers. Maar daar heeft u een speciaal ticket voor nodig. Kunt u de beloningspunten die u krijgt voor het voltooien van speurtochten gebruiken om zulke tickets te bemachtigen? Dus als u ooit een krijgt, moet u maar weer langskomen. Dan regel ik een van de mooiste kamers voor u. Oké, lieverd? Oké, dankjewel. Oké. Dat is de vrouw van Chelmey. Amelie. Kijk eens wie daar hebben. We blijven elkaar maar tegenkomen. Wat leuk om weer te zien, Amelie. Heeft u een kamer in dit hotel? Maar natuurlijk, al loopt Chelms wel een beetje te mokken. Ach, hij wil gewoon geld besparen. Maar ik wil dat deze reis iets bijzonders wordt. Dan kun je niet gaan lopen besparen. En kijk, het krijgt zelfs een gratis puzzel. Puzzels? Waarom zijn er puzzels? Een puzzel is een teken van kwaliteit, lieverd. Probeer hem maar eens. Deze maar eens. Chelms wil er nog niks van weten. Nieuwe partners. Dames A tot en met D zijn 2 dagen op reis met de heren E tot en met H. Elke dag bezoeken ze een andere toeristische plek met een andere heer. Oké. Op de eerste dag verkennen A en E de jungle. Gaan B en F naar de prairie, gaan C en G samen naar de kust en D en H samen van de ravijnen. Oké. De volgende dag gaat iedereen met iemand anders naar een andere locatie. B en E gaan samen naar de kust en C gaat met iemand naar de ravijnen. Waar gaat G naartoe en met wie? Oké. B en E gaan samen naar de kust. Dus sowieso niet met E. C gaat samen met iemand naar de ravijnen. Oké. Moet er per se in volgorde zijn? Op de eerste dag verkennen A en E de jungle. Gaat B en F naar de prairie. C en G. Oké. B en E. Oké. C gaat dan inderdaad naar de ravijnen. B gaat dan met E. Dan gaat A met... A gaat dan denk ik met H. Denk ik. Even kijken, ik heb een memootje nodig. Je hebt eerst, wacht, A, B, C, D met E, F, G en H. Zo gaat het eerst. Dat gaat zo naar beneden. Nu gaat... B met E, C met F, D met G en H met A. Dus G gaat met D. En even kijken, B en E gaan samen naar de kust. al, de vorige keer ging C en G naar de kust. Dus dan gaan we doen wat D de vorige keer heeft. Nee, dat kan niet. Die gaan naar de ravijnen. Dan gaan we doen wat A de vorige keer heeft gedaan. Naar de jungle dan. Naar de jungle met D. Klopt dit? Dit is mijn antwoord. Oké. Het is gelukt. Het was wat pittiger dan gehoopt, maar het is wel gelukt. Dat is mooi. Ik denk dat Chelms gewoon last heeft van de jetlag. Ik had nog een speciaal cadeautje voor hem gekocht, maar hij wilde het niet. Oh, was het toevallig een Popoño van de Cirkel de Harmonie? Ja, precies. Ik sprak met een jonge dame die broodjes aan het verkopen was over onze huwelijksreis. En ze gaf me dat ding zomaar. Ah, we zijn eraan op zoek. Weet u wie hem nu heeft? Oh, sorry liever, dat weet ik niet. Als ik het wist dat jullie ernaar op zoek waren, had ik hem zo een van jullie gegeven. Maar ik hoorde dat het ongeluk brengt om hem lang te houden, dus ik heb hem zo snel mogelijk doorgegeven. Ik probeerde hem nog aan een stel rare snuiters te geven die het hele eiland ernaar afzochten. Ze riepen een paar boze dingen en stormden vervolgens weg. Zie je, dat zijn die Targent mensen. Toen heb ik uiteindelijk maar tijdens de lunch aan een zeer vriendelijke man gegeven. Hij verdiende hem toch wel veel meer. Dus ze zullen gewoon verder moeten zoeken. Ja. Een vogel? Oh. Zit hier iets in de boom? Oeh, een puzzel in de boom. En wat heb je gevonden, Aurora? Het is een puzzel. Wat doet die puzzel nou hier? Oh jee. Puzzel 60. Van boot naar boot 2. Ah ja, ja. Dit weten we hoe dit werkt. Zo. Ah, opnieuw. Die kant op. Die kant op. Die kant op. Die kant op. Die... Oh, wacht. Misschien terug naar blauw? Nou, dit zit ook niet. Even eentje terug. Even kijken, wat als ik nog eentje verder ga? Oké, dat kan. Oké, dan denk ik dat we de eerste overstap meteen moeten maken. Zo. Zo, oké. Oh, wacht. Nee. Eentje terug. Gaan die dan naar rood? Eentje terug. Eentje terug. Proberen we dit. Ja. Ah, we komen niet uit. Even kijken. Opnieuw. Zo, daar moeten we meteen op. Dat weet ik niet. Zo. Zo. Even kijken of dit werkt. Yeah, gelukt ding. Lekker boys en girls. Ha, geld groeit dan wel niet aan de bomen, maar puzzels schijnbaar wel. Is dat zo? Dat klinkt logischer dan iemand die in de boom klimt om een puzzel te verstoppen. Zo. Nou, deze Pipo heeft vast een puzzel. 1 rek. 1, 2, 3. Hou vast. 1, 2, 3. Hallo Gabriel. Bedankt voor uw advies eerder. Oh, hola chicas. Blij dat ik kon helpen. Dus hebben jullie de Popoño gevonden? Of op zijn minst wat Harmonie? Harmonie? Door dat woord te gebruiken verraadt u dat u de echte Popoño ooit in uw bezit heeft gehad. Ja, dat kun je wel zeggen, geloof ik. Oké dan, Gabriel vertelt jullie chica's wel even een geheimpje. Ik kreeg hem eigenlijk puur bij toeval, weet je. Ik was gewoon op het juiste moment op de juiste plaats. Ik kreeg hem van een dame die hier net was komen wonen. Gek hè? Tja, als je hier komt wonen, dan doe je gelijk mee. Weet je, het geluk weet me altijd te vinden. Misschien ben ik gewoon zo'n toegankelijke vent. Oh, stop, rustig aan. Dus u kreeg de Popoño van een vrouw. U kunt me nog meer vertellen. Time out. Als jullie nog meer informatie van Gabriel willen, dan zullen jullie eerst wat oefeningen moeten doen. Oefeningen? Ik geloof dat hij wil dat we met hem gaan meedoen. Mooi bien. Dit is wat u moet doen. Zeeleeuwencircus. De zeeleeuwenshow is zojuist begonnen, maar er is iets misgegaan. De zeeleeuwen zijn ieder met een verkeerde bal bezig. Oh nee! Je kunt hun halsbanden zien met welke bal ze moeten jongleren. Oké. Even kijken. Aan jou de taak om de bal op de juiste neus te krijgen. Ja, ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Dit kan. Oh, wacht. Dit kan niet, hè? Nee, oké. Huh? Oh, je hebt een aantal zetten. Oh, kutzooi, dat wist ik niet. Omdat ik het niet helemaal had gelezen, natuurlijk. Easy win, boys. Oké, ik ben er klaar voor. Lekker hoor, Emmy. Ik ben op dreef vandaag. Easy win. Zo, hoe voelde dat? Zijn jullie weer mentaal opgeladen en klaar voor nieuwe uitdagingen? We zijn in elk geval klaar voor ons dat u eindelijk meer vertelt over de echte Popoño. Zo, recht op de doel af, hè? Nou, ik gaf hem aan een signorita die een kraampje heeft. Ze was ongeveer zo oud als mijn dochter. Ze deed mijn aanbod, Popoño broodjes. 2 voor de prijs van 1. Zo'n aanbieding kan je natuurlijk niet laten liggen. Had u hem niet liever aan uw dochter gegeven? Een claro que no. Dat zou hem vast aan een andere muchacho hebben gegeven. En typisch voor haar is dat vast een andere luie nietsnut zijn. Mijn vrouw zou me wat aandoen als ik ons lieve dochtertje in aanraking zou laten komen met zo'n soort vent. Dus u zegt dat meisjes de Popoño aan jongens geven? Oh, haha, ik geloof dat we beter moeten opletten met wat ik zeg. Goed, tijd voor mijn dagelijkse ritueel. Ik moet nog 500 keer rekken voor het eten. En rek, 1, 2, 3. We hebben nu met zoveel mensen gepraat, maar we hebben eigenlijk nog steeds geen idee waar het ei is. Ik denk dat we hem bijna hebben, Luke. Ik durf te wedden dat we nog maar heel even hoeven te zoeken naar meer informatie. Hoe weet je dat? Zijn we echt zo dicht bij de oplossing? Laat dat maar aan de beste assistent van de professor. Over aan de beste professor. Wedden dat ik het raadsel kan oplossen? Goed, Emmy, als je het niet 1 keer kunt oplossen, dan krijg ik een ijsje van je. Deal. Even kijken, want die man die heeft hem aan haar gegeven. Hola, wilt u nog meer broodjes? Niet zo bescheiden, er is genoeg voor iedereen. Eigenlijk willen we u deze keer iets anders vragen, over harmonie. Ah, vale, entiendo. Daar zocht u al de hele tijd naar. Dus u weet er wel van. Natuurlijk, ik had de echte Popoño zelfs even in mijn bezit. Fantastisch, kunt u iets vertellen over deze persoon die hem aan u heeft gegeven? Eens kijken, het was een regelmatig terugkerende klant. Iemand die... hoe zal ik het zeggen, gek is op zwemkleding. U zei dat u hem voor een korte tijd in uw bezit had. U heeft hem dus al aan iemand anders gegeven. Helaas wel, maar ik mag jullie niet vertellen aan wie. Alles moet volgens het boekje. Weet je wat? Ik zal jullie een hint geven. Omdat jullie zulke leuke klanten zijn, het was iemand die pas getrouwd is. Ze zei dat haar man mijn broodjes ook heel lekker vindt. Eens een Popoño, altijd een Popoño. Aha! U zei ze en haar, dus u heeft hem aan een vrouw gegeven. Is het gebruikelijk om eeuwenoude lieken doorgegeven alsof het niets is? Ik geloof dat we iedereen die het ei pas nog heeft gehad wel gesproken hebben. En we hebben nog steeds geen idee. Spreek voor jezelf. Wat? Weet je wie het ei heeft, Emmy? Ik denk dat ik een aardig goed idee heb, ja. Zoals ons aanvankelijk verteld werd, verandert het ei van eigenaars volgens een bepaald patroon. Als we alle informatie die we hebben verzameld op een rijtje zetten, zouden we een groot plaatje moeten kunnen zien. Echt? Ik snap er echt niks van, professor. Alles wordt vanzelf duidelijk. Maar laten we eerst terug naar de markt gaan. En dan gaan we de volgende aflevering doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, want ik zie je heel erg bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Adios, amigos!